vrienden die meedoet bij... Oh, het was een bruggetje naar Bouke. Nou, het was geen bruggetje. Ah, voor het een beetje een hommelige brug. Een hommelige brug. Hé, hey, Bouke. Bouke. Ja, maar Elvis... Oh. Kijk, jij bent ook wel een beetje... Ik vind jou ook altijd een beetje een Elvis, hoor. Nee. Nou, het is wel een heel aparte uitvoering van Elvis. Dit, hoor. Het is wel de dikke versie van Elvis, hè? Maar nee. Dat niet, hè? Dat Elvis toen hij doodging. Maar jij bent wel een beetje legend. Hij was wel zwaar toen hij doodging, hè? 120 kilo. Dat was een grapje erin. 120. Ja, ja. Nee, dat, maar dat kon je bij lange na niet. Nee, dat ben ik nooit geweest. Maar hij was een grote kerel, hè? Dus. Ja. Was hij groot? Ja, hij was een grote kerel, ja. Ik heb het idee dat hij een beetje echt was een grote man. Nee, hij was een grote kerel. Er was niemand in zijn jonge jaren zo knap als Elvis Presley. Oh. Zijn ogen, zijn haar, zijn performance. Het is, ik heb al die films gezien, maar het is natuurlijk super interessant. Ja, ja, ja. Ook het hele leven wat hij deed en hoe hij deelde. En dat je toch, dat hebben al die supersterren, of het nou Whitney Houston is, Michael Jackson, George Michael, Elvis, kunnen allemaal de roem niet aan. Want ik bedoel, dan ga je toch aan de drugs en de drank en alles. Wat ik snap. Op jonge leeftijd, ja. En heel jong. Als ze heel jong erin komen. Waarom zeg je dat, wat ik snap? Wat snap je daar dan aan? Nou, omdat ik zelf ook wel eens een borreltje drinken. Nee. Ik heb nog nooit geen drugs gebruikt in mijn leven. Laat ik dat vooropstellen. Helemaal niks. Nee, dat doen we allemaal niet. Maar dus waarom snap jij dat dan? Dat, nou, omdat dat je kijk, wij zijn doen. Natuurlijk hier bekend. En het is daar over de hele wereld. Dus overal waar die man of die sterren kwamen, daar konden ze nooit wat. Het is hetzelfde als een soort koning of koningin. Altijd bewaking om je heen. Altijd mensen om je heen. Nou, nooit toch, is helemaal los van alles. Ik weet het niet of dat nou zo is. Ik denk het. Voor onze vaste podcastluisteraars. Ik denk dat het ook met je geest te maken. Nee. Er zijn ook heel veel, heel even. Er zijn ook heel veel artiesten in de wereld die net zo groot zijn. En die hebben nog niet een sigaretje of een wijntje. Nou, ja, dat kan ook met je mentale gesteldheid te maken. Met ja, bij Elvis was natuurlijk echt de pillen. De pillen die hij voorgeschreven kreeg van de dokter. Hij zag het niet als drugs. Nee, maar het waren pijnstillers. Het waren pijnstillers, het waren uppers, het waren downers. Het was eigenlijk gewoon drugs. Ja. Maar hij kreeg het van de dokter, die dus eigenlijk elke dag in dienst om had. Om hem te helpen. Om hem te helpen, zeg maar. En dat is begonnen in het leger, dat hij op moest blijven. Ja. En toen later ging hij de film spelen en hij moest maar presteren. Ja. Ja, toen is dat meer geworden. Hey, we moeten even voor ons, dat wil ik net zeggen, voor onze luisteraars die nu altijd luisteren. We hebben heel veel luisteraars uit de toppers community die luisteren naar de podcast. Maar het is wel even goed, want inmiddels is Bouke bij ons aangeschoven. Is zeker. Wel is de winnaar van Oma de tribute. Sankol. Nee. De allerbeste tribute die ik ooit gehoord heb in mijn leven. Absoluut de beste tribute. Elvis heeft net twee Ziggo Domes achter de rug. Ja, knap. Met het repertoire van Elvis. Ja. Dus dat is ook de reden waarom we het over Elvis hebben. Mm-hmm. En dat jij bij ons in de show zit. Want dat tuurlijk. Is natuurlijk tof. En je had het net over zijn, dat je zegt dat hij zo verslaafd was. Dat kwam ook door zijn arts. Nou ja, dat kwam min of meer eigenlijk door het feit dat hij dus in het leger op een gegeven moment op moest blijven, waardoor hij één pilletje pakte. Ja. En dan werd het er meer. Ja. Op een gegeven moment ging hij de films spelen. Het waren echt films. Ik geloof dat hij 2 of 3 films in een jaar maakte. Ja, niet normaal. Het waren allemaal van die softe films waar hij natuurlijk in moest zingen, want hij vond het zelf ook niet leuk. Ja, ik geloof dat hij de eerste 3 films leuk vond. Ja. Gemaakt. Maar daarna was het gewoon allemaal niks meer natuurlijk. Ken jij die films, ja? Want ik heb wel hele ik ken wel die fragmenten, maar ik heb ze nooit gezien. Maar ik ook niet allemaal. Ik weet wel wat hij natuurlijk gedaan heeft, maar... Nee, ik vind het. Dat is ook niet echt mij. Kijk, ik ben niet echt een. Ik ben ook niet begonnen als een Elvis-fan die Elvis ging zingen. Dus zo is het eigenlijk niet begonnen. Dus ik heb eigenlijk gewoon de goede dingen gezien, zoals de comeback special van 68. Ja. Waar dus net over sprak dat hij de wereld veranderde. Nou, hij was dus de eerste die is unplugged op het podium ging zitten met muzikanten om zich heen. Ja, met zijn leren pak. Hij was de eerste die bewoog. Hij was de eerste die wereldwijd een concert gaf wat iedereen kon volgen op tv. Via satelliet toen nog. Ik weet nog heel goed dat hij, moet je voorstellen, en toen was het christelijke Amerika. Toen deed hij op een gegeven moment, stond hij in shows op televisie. En dan mocht hij bepaalde bewegingen... Niet maken. Mocht hij niet maken. Omdat Ed Sullivan show, ja. Ed Sullivan. Ja. En dan mocht hij gewoon bepaalde bewegingen niet maken. Omdat waren dat, dan, dat was te grensoverschrijdend. Ja, dat was grensoverschrijdend. Maar die heupbewegingen, dat mocht niet. Ja. Dus gingen ze vanaf hier bang voor te zijn. Want die bewegingen die wij maken, die... Ik heb er een hernia. Maar het was toch ook voor hem toen vrezen dat hij al echt faam had en echt een hele grote bekendheid genoot en hits had, dat hij in één keer nog weer naar Duitsland moest voor in dat dienst. Heb ik dat goed begrepen? Ja, maar dat deed hij natuurlijk ook op advies van de colonel. Ja, ja. Want die zei van, als je dit gaat doen, dan word je natuurlijk krijgen de mensen een heel ander beeld van je. Dat is een Hollander, hè? Dus toen hij weer terugkwam, toen was hij wel een soort held. Ja. Hij heeft het wel allemaal gedaan. Ja, zeker. Hij liet zich niet, hij liet zien dat hij ook gewoon mens was. Ja. Heb jij in dienst gezeten? Ja. Nee. Ja. En jij? Heb jij ook in dienst gezeten? Nee, ik ben vrijgesteld. Heb jij in dienst gezeten? Ik zat. Nee. S5? Nee. Heb jij in dienst gezeten? Ik heb in dienst gezeten. Ik was koppies was er in de hele tijd. Ja, erg gehecht aan die voortanden. Jij hebt niet in dienst gezeten. Ik zeg toch wat ik deed?
Ik ben... Kopjes was op het herentoilet. Nee, ik was... Heb je niet kopjes? Nee. Nee, ik ben ook niet. Omdat ik in de zaak moest werken. En ik zong er ook op bij. En toen kreeg ik dispensatie daarover. Maar even terug, want wat ik heel leuk vind is dat... we hebben het dan wel over Elvis. Maar jij bent ook lekker bezig op dit moment. Ja, het gaat heel lekker. Ja. Het gaat echt onvoorstelbaar. Ja. Ja. Pakken Ziggo Dome en het echt... Maar hoe voel je? Want ik bedoel, je loopt eigenlijk ook al heel lang mee. Eigenlijk kennen we elkaar eigenlijk wel heel lang al. Ja, ja, zeker. En je hebt er al een paar jaartjes op zitten. En dan nu in één keer... Komt dat? Ja, precies door het ene programma van de Tribute. Ik heb natuurlijk al meerdere keren meegedaan met zo'n programma. Ja. Ik heb nog in een programma gezeten, was jij toen volgens mij jury. Ja, klopt. In All Together Now. Ja. En dat was het eigenlijk nooit of zo. Dat kwam er niet echt... er kwamen wat reacties op. Maar de Tribute was op een gegeven moment via social media eigenlijk. Maar via TikTok. Je kreeg in dit programma wel een groot podium, het scheelt ook. Ja, maar ook via de TikTok. Ruimte. Ook via TikTok. Ja, natuurlijk. Maar via TikTok kwam op een gegeven moment dat liedje van The Ghetto. Dat ging ineens helemaal wereldwijd. Ja. Nou, op een gegeven moment ging Johan Derksen ging erover spreken, waar ik ook veel aan te danken heb. Doe je dat filmpje, is dat a cappella? And again is my cry. Doe je dat helemaal? As a snowfly. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Ja, ik hou ervan. Maar ja, het was natuurlijk op een gegeven moment... kicken, toch? Het ging op een gegeven moment op TikTok ging het ineens helemaal rond. En het werd op een gegeven moment in één avond 1 miljoen keer bekeken. Het was dezelfde dag nog 2 miljoen. Het ging op een gegeven moment zo snel. Kijk, toen werd erover gesproken. En toen op een gegeven moment heeft dat liedje mijn deelname... heeft op een gegeven moment het programma versterkt. Maar ja, het programma versterkte mij weer. Want dat gaf mij natuurlijk een groot podium. Maar wat ik heel erg mooi vond... Ik zat toevallig een paar weken terug... zat ik met een Engelse vriend van mij... die ook in de muziek zit. En die doet heel veel tributes in Engeland. En, maar we zaten naar jouw film te kijken. En op een gegeven moment... viel het mij op dat hij de enige tribute is... die niet als Elvis gekleed is. Ja, met zo'n pakken met wijde pijpen. En, want iedereen staat er daar met die bakkenbaarden. Ja, maar dat heb ik direct eigenlijk vanaf het begin al afgezworen. Ik ben natuurlijk ooit begonnen dat mensen zeiden van... oh, je stem lijkt op Elvis, zou je niet eens een liedje willen zingen van Elvis? Nou, dat zo is gedaan. Begonnen. Zo is begonnen. Ja, dit is jouw stem. Dit is mijn stem. Ja. Ja, en ik zong eigenlijk veel soul. En, ja, maar Bouke, want ik weet nog dat wij... vroeger stonden wij gewoon dat samen. Deed ik Nederlandstalig. Ja. Ja, en dat was eigenlijk op aanraden van een producer die op een gegeven moment tegen mij zei... ja, als jij Nederlandstalig zingt, dan klinkt het gewoon elke keer als Elvis. Ja. Dus ga maar Nederlandstalig zingen. En dan hebben ze mijn stem steeds hoger. Maar wat zong je dan moest... Nederlandstalig? Ja, Nederlandstalig. Ik heb zelfs nog een afgekeurd liedje van jou toen ooit een keer... afgekeurd? Ja, die was afgekeurd. Jij bent zo. Toen gaf Edwin van Hoevelaak, die gaf mij dat liedje. En die zei van, kan je hier wat van maken, zegt hij. Het is zo, heette dat. En wat was dat dan? Nou, dat heette toen Een Nieuw Begin. Dat heb ik toen als een nieuw begin geschreven. Dus ik heb er een tekst op gemaakt. En ik had alleen de akkoorden van het liedje. Ik vond de akkoorden wel heel mooi. Dus ik heb toen het liedje Een Nieuw Begin gemaakt. Oh, nice. Maar dat was zo knetterhoog, dat het was mijn stem gewoon niet meer. Dus elke keer als ik live moest zingen, dan was ik na een half uurtje gewoon helemaal kapot. Dat heb ik altijd. Ja. Nieuw begin, kunnen we wel opzoeken dus. Ja, dat kan je gewoon opzoeken, ja. Okay. Ja. Nou, dat is echt knijterhoog. Dat is voor mijn stem niet echt, want dit van Elvis, dat ligt helemaal in mijn comfortzone. Weet je. Dat is gewoon als een... Zoals jij wel eens zegt, een jas die je past. Ja, 100.000%. Weet je, daar kan ik gewoon ook echt alles in zingen. Daar kan ik gewoon 2 uur lang zingen, dat ben ik nog niet eens. Maar is het nu zo dat je nu wel liedjes aan het maken bent? Want je bent natuurlijk niet liedjes aan het maken. Mm-hmm. Maar dan is dat dan niet zo dat mensen denken van... oh ja, nou, het is Elvis die een nieuw liedje hebt gemaakt? Nou, ik heb zelfs een liedje uitgebracht, dat heet Fire Down Below. En dat is een liedje dat hij wilde uitbrengen. Dat is dus ooit opgenomen in de studio van Sun Records. Oh nee, van de Jungle Room. Okay, dus in zijn huis. Ja. En dat was het laatste album dat hij ooit heeft uitgebracht. En dat liedje wilde hij opnemen. Hij had het al goedgekeurd. Zijn bassist heeft het geschreven, Jerry Sheff. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment, ik voel me niet goed genoeg. Ik ga nu naar boven toe en gaan jullie van vast de muziek erop zetten. Je kunt de muziek ook gewoon vinden op YouTube dat de band het inspeelt, de TCB band. En dat liedje is me toen opgevallen. Dat heb ik toen gekregen van iemand. Alleen met de muziek. Ja. En toen de tekst erbij... En toen hebben we dat liedje gewoon opgenomen. Geweldig. Fire Down Below. We hebben het iets sneller gemaakt. Iets meer van deze tijd. Met blazers en zo. Weet je, iets vetter gemaakt. Ja, daar ben ik wel trots op. Dat mag ook zijn. Want jij hebt vaker met Jordan Harris gespeeld, hè? Ik heb met de TCB band heb ik gezongen. Jordan Harris waren de, zeg maar even... Nou, stel je nog, je hebt het over... Backing vocals. Ja, maar de originele Jordan Harris. Een hele beroemde. Een hele beroemde. Ik denk 30 jaar geleden. Jij hebt Prayer. Met Ray Walker nog? Nee, dat liedje heette Prayer. En ik heb... Zat Ray Walker toen nog in de... Ray Walker, zat hij er toen ook nog bij? Ja, dat origine, echt. Die lage stem? Ja. En die hebben het ingezongen. Ja, het is een heel zoet, sappig kerstliedje, maar wel met de original Jordaners. Dat is wel heel grappig. Mooi, dat je er nou over begint. Top. Ja. Maar leven die mensen nog? Ja, van de Jordaners geloof ik niet zoveel meer.
Okay. Maar van de Imperials leefden er nog twee. Okay. Daar heb ik ook nog mee opgetreden. Ja. En van de Sweet Inspirations. Ja. Ik heb nog een special op tv gehad op SBS. Dat single samen met Estelle. In een gospelkerk. Ja, dat was natuurlijk een droom die werkelijkheid werd. Waanzinnig. Je hebt wel in korte tijd veel mooie dingen gedaan. Ja, heel veel. Vorig jaar was gewoon een topjaar voor mij. Ja, maar nu krijgen we Arena. Lijkt het je dat is ongelooflijk. Ja, heftig hè? Natuurlijk. Ik heb nog voor zoveel mensen gestaan. Ja, nu wel. Tenminste niet in het stadion. Nee. Maar weet je, het is... het is net koud water. Even doorkomen. Ja, maar dat is denk ik wel. Kijk, alles wat je dus in het begin... Wat je dus doet en wat je dus voor de eerste keer doet, daar ben je natuurlijk zenuwachtig voor. Dat tuurlijk, dat is ook normaal. Ja, is dat zo? Ben je dan zenuwachtig? Ja, ik ben wel zenuwachtig. Toppers bijvoorbeeld. Ja, maar wel. Weet je, het gekke verhaal is, ik weet niet of het zenuwachtig is, maar ik heb ook wel elke keer, we doen het nou, 62 keer, 63 keer of zo. Iets ja, qua aantallen. Maar het leuke van het verhaal is, elke keer als die deuren open gaan, is het toch elke keer weer anders. Ook voor ons, ook voor mij. Elke keer, dat vinden ook wat mensen vergeten, misschien hebben we het zelf nog gekeken. Kijk, Toppers in concert. Ja. Ga dan weer hem zitten aanraken. Jij zit hier. Er een verhaal komt en je denkt, nou vind ik het niet meer leuk, dan ga je. Nee, maar dat is prima. Want ik wil toch verzitten. Ik wil verzitten. Wat jij dan het verhaal is? Ik heb helemaal geen. Start jij eens een gewoon goed onderwerp. Ik doe helemaal niks. Je bent geïrriteerd, zie ik. Helemaal niet. Maar je mag gewoon aan me zitten. Ja. Kijk, ik wil af en toe zo zitten. En dan zit hij zo. Dan wordt het lastig, want dan zit ik zo. Nou, lekker belangrijk. We gaan verder. Ga door. Maar goed, jij was aan het woord. Nee, we hebben het gewoon over de concerten. Ik bedoel, en nogmaals, alles inderdaad wat je voor de eerste keer doet. En je eerste gehaald plaats natuurlijk fantastisch en weet ik wat. En dit ook. Ja. Maar wij vinden het ook... Het is wel gezonde spanning, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, is dat zo? Ja, het is wel zo als ik het podium opga, dan is het ook wel weg. Maar wat ik ook aan jou merk, en we hebben natuurlijk veel eerder gesprekken gehad en dergelijke. Wat je bij jou ook merkt, is als jij op die bühne staat, dat je open gaat. Daar ga ik open. Jij bent echt iemand die ook zijn hamstrings scheurt. Ik kan niet voor 80%. Jij hebt ook altijd pijn in je knieën. Want dat vertelde hij me wel eens. Hè? Dat je zegt, want hij doet altijd een split. Of dan komt hij... Ik sta soms in de split in de spagaat. Nou, hij heeft dat ook een keer gedaan. Dat weten Gerard en ik nog. Die stapte een keer uit een molen. En toen, je kreeg een zweepslag. Op een bootje kreeg ik een zweepslag. In de zweepslag. Eerste minuut van de show. Ja, en het allerleukste is, dat was de eerste keer tijdens Toppers dat we in korte broek optraden. En dan heb ik een zweepslag in elkaar. Nee. Briljant. Was echt... Weet jij wat je aan het trekken trouwens? Ik weet dat je nu wel een Elverspak aan moet. Ik weet het nog niet. Ik heb nog met mijn top af... mijn Ziggo-Dome concert pak... Die kun je aan. Laat aan. Dat kun je ook aan. Ja, die kan ik ook aan doen. Wat voor pak is dat? Wel een wit pak. Ja, mag dat wit? Mag het wit? Voor mij mag het I4 wit. Het is tropicale. Ik heb een vraag aan jou, Bouke. Was je dan ook met iedere keer die uitzending van SBC's wat je gewoon hebt... Dan ook iedere keer zo nerveus voordat je wat moest. Ja. Zwetende handen en spanning, adrenaline. En mocht je maar op het moment dat ik opkom, ja. En dat heb je toen ook wel gezien met waar jij toen in de jury zat. Dan is het op een gegeven moment, dan heb ik dat nog steeds wel. Maar dan wil ik gewoon knallen. Tuurlijk, dat is toch goed. Ja, maar dan is die gezonde spanning, dat wordt gewoon alleen maar omgezet naar adrenaline. Dat is goed. Ben jij als je dan op een gegeven moment last van je rug hebt of zo, dat is dan gewoon weg. Nee, dat snap ik. Heel gek is dat. Ben jij nog nerveus? Als je moet optreden? Nou, gewoon. Maar als ik live moet zingen, bijvoorbeeld met orkest of band voor tv... en ik weet, dan heb ik wel een soort pittige spanning, ja. Ah, gewoon mijn optredens niet meer. Dan ga ik gewoon boombaf. Ik slaap ook nog 10 minuten voordat ik op moet treden. Ja, dat heb ik ook nog wel. Zeg maar in de auto. En dan denk ik, nee, daar heb ik helemaal niks van. Maar jij slaapt altijd. Ik slaap nu ook al bijna. Hij doet slapen altijd s'nachts. Hij slaapt al met één oog open. Ben jij nog zenuwachtig, Jan? Nee, ik ben een beetje zenuwachtig omdat er drie meiden het eiland zijn. Maar we hebben maar een heel klein strandje. Nou ja, ik ga jou een ongelooflijke dikke hand geven. Ik vind het ongelooflijk. Dank je wel. Bouke, super bedankt. Leuk dat je erbij bent in ieder geval. Tot in de arena. Top, leuk. Ik kan niet wachten, want ik ook niet. We spelen ze plat. Dat gaan we zeker doen. In een wit pak. Geef me ze een geweldig plaats. Dank je wel. Super, dankjewel. Dankjewel.